Hallo met Crystal, ik laat weer eventjes een Hay House deck zien. En dat is de Divine Energy Oracle van Sonia Crochette. 63 kaarten. En dat is eigenlijk meer tekstkaarten. Ze heeft ook gewone sets hoor, en die heb ik ook van haar. Ze heeft al meer kaarten sets gemaakt met meest eenvoudige tekeningetjes. Dus we laten even kijken, zo'n hartje met roze. De andere kant ook. Dat zijn de Hay House decks. Zijn altijd zo mooi van kwaliteit. En dit is een matte boekje. Ja, de kaarten hebben dus allemaal wel. Er zijn 63 kaarten. En dat is Sonia Crochette. Staat ze. En ja, het voelt ook heel lekker zacht aan. Een goede kwaliteit. En hier staat dan de kaarten en beschreven. Twee pagina's staan vol. Even kijken of er nog een legging is. Ik denk het niet. In ieder geval, een mooi boekje. Een best wel dik boekje, zie maar. Ik zal ze even laten zien. Nou, ik hoef niks te zeggen, jullie kunnen lezen. Hè? Zet dan een beetje op de kop. Mooie zachte kleurtjes op roze. Ik denk dat ik even andersom lig, want op bruin, zwart en roze. Hier is een afbeelding van de Eiffeltoren. Nog eentje. Dit zit dus ook wel met de Eiffeltoren. De derde. Sommige kaarten komen wel terug met dezelfde afbeelding, deze dan ook weer. Pick up. Nou, in ieder geval, ik kan het goed lezen. Het zijn goede letters. Reach for the stars. Dus zijn aardig wat kaarten. Het is een mooie aanvulling als je bij met een reading, hè, dan kan je dat er mooi bij doen. Als extra informatie. Zit ook een beetje. Deze zit al iets achter, ja.
verkeerd om. Ja, dus 64 kaarten was het, hè? Dus best wel veel. Ja, volgens mij heb ik 2 of 3 kaartensets van haar. En de uitleg is meestal niet zo moeilijk. Dat vind ik wel fijn als het niet zo moeilijk is. Sommigen in de uitleg denk ik van wat staat er in vredesnaam? Zo, dankjewel voor het kijken. Als je het leuk vindt, geef me de like. Reageren mag ook altijd. In ieder geval tot de volgende keer. Doeg!